Mooie vangst van vandaag. Mooi roofblij. Ja, er zit een snoekbaas in. Hè? Medewerkers van Bureau Natuurbalans uit Nijmegen zijn vandaag bezig met de inventarisatie van de plas. Ook brengen ze in kaart waar de diepe gaten zitten. Het vangen van de vis gebeurt elektrisch. De vissen die hebben een zogenaamde zijlijn. Dat heeft te maken met de oriëntatie in water, ook met elektriciteit. Dus die zijn daar zeer gevoelig voor. En als wij gewoon een stukje van het water onder stroom zitten, dan kunnen die vissen eigenlijk bijna niet meer anders dan daar naartoe zwemmen. En op die manier proberen wij zoveel mogelijk vissen uit dit water te vangen. En een indruk te krijgen van, zit hier nou veel of weinig vissen? En om welke soorten gaat het? Roofblij. Dit is de dam die de haven afsluit. Daar, in die haven, is het water al flink gedaald. Vis die zit in het water, die komt uit het Julianenkanaal. En daar hoort hij ook thuis. Dus vandaar dat we de vis toch zoveel mogelijk proberen te vangen. En weer terugzetten in het Julianenkanaal. Waar een bouwproject is, kijken we ook naar de natuur, de ecologie. Dus de dieren en de planten, die proberen toch allemaal zo goed mogelijk op de goede plek terug te zetten. Maar die lage waterstand maakt het wel gemakkelijk voor andere vissers. Zoals meeuwen en aalscholvers. En vandaag deze zeer bijzondere gast. Een visarend. Deze vissen hebben geluk. Ze gaan in de laadbak van een kraan en worden overgezet naar het Julianakanaal. Vandaag was een inventarisatie. Het grote werk moet nog komen. Hier zou best een hele grote meerval of een knots van een kaper of misschien ook wel meerdere uit kunnen komen. Hoe lang bent u nou bezig hier om het leeg te krijgen? Nou, we zijn nu een paar uur bezig, maar vandaag willen we eigenlijk, zoals ik al zei, een indruk krijgen van wat zit er, hoeveel werk hebben we straks. En in overleg met het consortium wordt straks die haven voor een deel gedicht. En dan zorgen we dat die vis voor dat dichte uit kan vluchten. En dan blijft er uiteindelijk één plas over en die kunnen we denk ik in één dag vissen we die gewoon in één keer leeg en dan is het klaar.